Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie weten, vanuit de vorige Polen video zijn we op dit moment nog steeds in Polen. Achter mij zien jullie de markt in Suplice, oftewel de Polenmarkt. Daar in de hoek waren we net al langs gereden. Daar zagen we al vuurwerk, maar we gaan op zoek voor jullie naar het mooiste vuurwerk wat ze nu op dit moment hebben. We gaan trouwens niet alleen naar deze markt, we gaan ook naar de losse winkels die hier zitten. Dus mochten jullie deze kant op gaan, hou het hier, bekijk je vuurwerk, desnoods steek het hier af als het mag. Maar neem absoluut niet mee, daar voorkom je een hoop ellende mee. We gaan even naar de markt, de winkeltjes voor jullie filmen. We zijn nu in de supermarkt. Ze hebben hier gewoon vuurwerk bij de supermarkt liggen. Die hebben wij gehad. Ja man, dit is echt een toppertje. We hebben hier al jaren in de compilatie met Oud en Nieuw. Maar dit ligt er dus allemaal hier bij deze 24 uur shop. Niet veel, maar als je bedenkt dat het nu gewoon off-season is, dan is het echt lijkt dat het nu al gewoon ligt. Daarachter ligt een groot triplex blok. Ja? Op de grond. Achter de pallet. Kijk dit blok. 268 shots man. 5 tot 30 mm. Er staan geen prijzen op. Kijk hoe duur dit is bij deze supermarkt. 52 euro voor een Tropic Screen. Het zijn geen slotjes jongens. Deze kan je ook in België krijgen. En in België betalen we volgens mij 30 euro of zo. Ja, zoiets. Kan je nagaan. En we zijn hier in Polen. Yes jongens, we waren net in de eerste shop. Nou, volgens mij herkende die man ons al, want ik had daar vorig jaar gefilmd. Hij zei gelijk niet filmen, dus dat gaan we ook niet doen. Wat een markt jongens. Iedereen hier shoppen voor goedkope dingen. Jordi staat even bij de wapens te kijken. Zo ziet die markt eruit. Moet je nog wat ondergoed hebben? Hoeveel eentje wil je? De eerste aankoop is binnen. Geen vuurwerk, maar moet je kijken. We hebben even een paar sokken gekocht. 6 van die paardjes kosten... Niet die had een beetje stinkvoeten geloof ik. 12 euro. Daar zijn die markten dus ook goed voor. Ook voor nepkleding. Ga ik niet hier in beeld brengen. Maar ze hebben allemaal van die neppe shirtjes, weet je. Welke merken zag jij onder andere? Balenciaga. Stone Island en zo. 30 euro voor een shirtje. Op zich nog wel duur. Je kan ook wel afdingen. Maar ik heb hier gewoon even een aantal paar sokken gehaald. Daar zijn deze markten ideaal voor. Zo, mooi. Maar goed, daar komen we niet voor. We gaan even goed op zoek naar die ene winkel waar we vorig jaar waren. Want die moeten we zeker nog wel vinden. Yes jongens, we staan nog steeds op de markt. Ik moet je zeggen, we zijn best wel verbaasd. Eigenlijk ook weer niet. Maar ze zijn super boos als we de camera laten zien. Ze zeggen het niet eens meer, maar ze worden echt boos. Ze worden gewoon echt boos. Eentje zei zelfs van, kom je uit Nederland, want je moet gewoon een normale baan zoeken. Nou, die hebben we gewoon allebei. Maar we maken daarnaast gewoon YouTube-video's. Maar goed, ik snap het ook wel weer dat ze boos worden. Ruben heeft het ook al een keer verteld. Want wij zetten gewoon op internet wat er gebeurt. Misschien versnellen we het proces dat het verboden wordt of hier niet meer mag. Maar dat het door ons komt, is natuurlijk onzin. Die gasten willen gewoon verdienen. En die willen zo lang mogelijk verdienen. Alleen, wij zorgen natuurlijk ook voor veel verkoop. Dan zie je achter ons vuurwerk. En dat kunnen we dan wel laten zien. Trouwens, waar we daarnet stonden en waar die man boos werd, zagen we gewoon Cobra 8, hè? Ja, man. Dat laten we nu ook even in beeld komen. Dan zien jullie in ieder geval dat daar zeker nog Cat 4 te koop is. Terwijl we gisteren, dus in een andere video, zagen jullie dat bij Pyro Shell waren geweest. En toen zeiden ze, Cobra 8, gevangenisstraf. Als je het afsteekt. Dat is wat hij zei in ieder geval. En hier ligt het gewoon op de markt. Ja, jongens, hier mag het dus wel wat opnemen. Mooie productjes, moet je kijken, hier ook weer Scream, mooie potten. Dit is zo'n groot ding. Kijk, en hier hebben we die nitraatjes. Original ook hier te koop. Hoe ziek is dat? Kat 3. Echt goede knallers zijn dit. Goede Poolse knallers. De bummetjes. En daar zien we ook weer Scream, Tropics, die we met Oud en Nieuw hadden. Maar jongens, 70 euro per stuk. Holy hell. En daar de Amazing Set, dat is echt een top product, die Scream. Oh, die Amazing Set, die cakebox. Ja, die kleine cakes van Triplex, die heb ik nog nooit gezien. Maar kijk jongens, 100 shots boekje. Ja, niet over de 2,50. Mooie producten hier. En hier heb je een beetje dan het knal. Zo kun je deze trouwens weer. Maar volgens mij zijn dit gewoon allemaal kleine dingetjes die erin zitten, toch? Deze hebben we al eerder gehad, volgens mij zoiets, man. Dit is dus echt letterlijk op de markt, jongens. En shout-out naar deze meneer, want wij mochten hier gewoon even wat opnemen. Kijk maar, het is letterlijk op de markt. Werden we naar binnen gebracht achter dat bord wat jullie er net zagen in dat stuk. Ik krijg een beetje Zena-vibes hier, man. Al met al is dit dus eigenlijk de enige shop waar we dus zonder problemen even wat mogen opnemen.
Ze zijn super streng, maar deze man die wilde het zelfs. Wij komen hier natuurlijk al 6, 7 jaar. Alleen de prijzen zijn echt gewoon, ja, hoe kan je dat noemen? Echt abnormaal. Geëxplodeerd. Want ik kan je vertellen dat je letterlijk in Nederland goedkoper uit bent voor je vuurwerk dan in Polen. In België al helemaal. Ook. Volgens mij had Salon Roger vorig jaar een actie met 35 euro voor twee van die Tropics of nee, zo. Nee, dat was 35 euro per stuk. Oh ja, per stuk. 65 of zo voor een set of 60. En hier vragen ze gewoon 70 euro voor zo'n Tropic blokje. Maar ik moet je zeggen, want we kunnen wel klagen over de prijs, maar die winkel waar het zo duur was net, die liet ons wel filmen. Dus dat was super chill. Als een van de enigen, want de anderen waren zoals ik al zei super boos. Vooral als ze zeiden dat wij uit Nederland kwamen en ze zagen deze grote camera. Want ik heb natuurlijk een nieuwe camera en Jordi zei het al van, het ziet er veel professioneler uit dan dat we vroeger deden. We hadden zo'n heel klein compact cameraatje, ja. Maar nu komen we gewoon met een grote camera. Ja, dan is het gewoon heel snel is het gewoon klaar. Die winkel waar we altijd mochten filmen, waar we vorig jaar dus waren en waar die gasten echt zelfs wilden waar we gingen filmen, waar we wat we niet konden vinden. Die hebben net op Instagram tegen mij gezegd dat ze vandaag toevallig dicht zijn, maar morgen zijn ze open. Dus misschien kunnen we jullie in het volgende shot wel die beelden op de markt laten zien. Maar dan zien jullie dat zo meteen nog. Rijden we weer, jongens. Als het goed is, zit die vuurwerkwinkel. Zit daar in de hoek ergens of zo. Al zie ik nu geen bordje met Mr. Tobacco of zo. Dus ik hoop dat we... Of is het hier niet? Nee, het is hier niet, man. Oh ja, wel, firewerkie. Zie je het? Jorgen. Daarachter. Hier heb je dus ook weer firewerking. Was dat het daar? Nee man, omdraaien. Hier kan je niet naar rechts. Oh nee, dat is... Dat ofwel is... hier. Nee. Nou, we gaan eventjes hier bij Tobacco naar binnen. Een klein beetje boven de koffiebonen. Een paar potjes, jongens. Als het goed is, mogen we niet filmen, denk ik. Het is helemaal vol hier zo met mensen. En hier stonden eerst ook knallers. Maar ik denk dat omdat het geen november of december is, dat het gewoon... dat de koffiebonen staan. Dat is jammer, man. Alleen maar cakeys. Maar die prijzen ook, goos. Kijk dit. Niet normaal, hè? Ja, jongens, daar hadden ze dus bijzonder weinig. Maar dat komt waarschijnlijk omdat het geen november of december is. Maar dat maakt niet uit, want vuurwerk nu überhaupt bij een sigarenboer. Nou, wij gingen ook even kijken naar sigaretten, want die zijn ook super goedkoop. En er is altijd wel iemand in je regio die dat wil hebben, niet dat wij roken. Hier heb je ook een bord met vuurwerk. Dus ik denk dat we daar even naar binnen gaan. Want de vorige keer waren we daar binnen. Was er heel veel vuurwerk, weet je dat nog? Ja man, ik ben heel benieuwd. Ja. Ineens zagen we deze ook. Sigaretten en foyerwerk. Deze winkel kennen we helemaal niet, joh. Dus ik zou zeggen, laten we daar ook even gaan kijken. Nou, hier zijn we nog nooit geweest, jongens. Kijk, vonken. Ik ga helemaal een stuk porten regenen. Kijk, knallers. Die hebben we afgestoken. Bomba. Nee. Boom boom. Zo zie je maar weer, jongens. Overal hebben ze dan ineens een hoekje met vuurwerk hier. Zoals jullie zien zitten we weer in de auto. Wij zijn verder bezig nu met volgende video's voor jullie. Polen vlogs, stookvideo's. Jullie hebben kunnen zien dat er echt nog wel vuurwerk op de markt te krijgen is. We hebben ook Kat 4 gezien, waaronder Cobra's. En voor de mensen die dadelijk in de reacties gaan zeggen, ja, waarom laten jullie dat zien? Nou, ik zeg eerlijk, en dan kan deze meneer naast mij bevestigen, dat die Cobra gewoon open en bloot gepromoot werd. Ja. Toch? Die was gewoon zo in de vitrine van, kijk eens Cobra's. Polen is zo raar. We hebben zoveel winkels waarbij ze je inderdaad letterlijk tegen je aan het schreeuwen zijn dat je het niet mag doen. Niet eens zeggen dat niet mag, maar gewoon echt schreeuwen. Ja. Echt boos worden. Omdat En die andere winkel die wil, die vermoordt ons bijna. Nee, en er zijn inderdaad andere winkels die willen zo graag dat je gaat filmen. Die vinden er geen probleem, ga filmen. Nee, ja, precies dat. Dus jullie hebben het kunnen zien. Er komen vast nog wel meerdere video's aan van Polen en ook van andere markten. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Binnenkort meer stookvideo's, meer Polen vlogs. Doe alvast een like omhoog en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.